Gijs, in deze uitzending van Isidorus gaan we het hebben over barbecuen en dan met name de outdoor chef. Waarin onderscheidt deze barbecue zich van de andere? Nou, om even te beginnen bij het begin. Outdoor chef is ruim 20 jaar geleden begonnen door het maken van een gaskogel barbecue. En hij had een droom. Hij wou echt de perfecte barbecue gaan creëren. En het grote verschil is ten opzichte van alle andere barbecues is het trechterprincipe wat ze daarin ontwikkeld hebben. En hoe werkt zo'n trechterprincipe dan? Nou, het trechterprincipe werkt eigenlijk heel erg gemakkelijk. Het is een trechter die door de hele barbecue naar onderheen loopt. Deze is heel makkelijk in één beweging om te draaien, waardoor het zowel direct als indirect met de barbecue gebarbecued kan worden. En wat versta je dan onder het directe barbecue? Onder het directe barbecue is eigenlijk direct grillen op het rooster. Dus waarbij je dan het gebruik mag maken van het snel braden van een stukje vlees. En indirect? Indirect is vaak, wordt vaak gebruikt voor het langzaam garen van een stukje vlees. Bijvoorbeeld de grotere stukken vlees, zoals een rollade, een hele kip, dat soort zaken. Ja, je hebt dan ook weer het principe van het gas en het op houtskool barbecuen. Wanneer kies je voor het een, wanneer voor het ander? Dat is een beetje afhankelijk van wat de klant zelf wil. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het voordeel is van een gasbarbecue dat je veel sneller aan de gang bent. Binnen 5 minuten kun je gaan barbecuen. Bij een houtskool barbecue moet je toch minimaal denken aan een 20, 25 minuten voordat de kolen warm zijn. Maar de echte barbecue kiest eigenlijk voor het houtskool barbecue, of niet? Vaak wel. Dat is toch het stukje het oergevoel wat de mens daarin heeft. Het voordeel bij ouder chef is dat ze ook in de houtskool barbecue een trechter systeem gemaakt hebben. En het mooie daarvan is dat één zijde van de trechter is opengemaakt waardoor je direct kunt grillen. En de andere zijde is gesloten met in het midden een bakje waar een vloeistof toegevoegd kan worden. En dit is speciaal ontwikkeld omdat een kolenbarbecue vocht onttrekt aan het vlees. En door er vocht bij te voegen blijft het vlees vele malen malser. En dat maakt de ouder chef uniek. En wat is het dan speciaal vocht met een bepaalde smaak of brengt het nog smaak aan het vlees? Nou, je kunt gewoon gebruik maken van water, dan blijft het vlees gewoon zoals het is. Je kunt ook zeggen, van ik doe er bijvoorbeeld wijn bij, whisky, bier, nagelang de klant zelf wel en wat hij lekker vindt. Ja, oorspronkelijk werd er natuurlijk vaak het vlees gebarbecued. Zie je ook dat er veel meer nou ook trend is om echt groentes te barbecuen, dat het ook gezonder is? Ja, dat is ook een oude chef naar doel. Het is vooral een gezond systeem. En door het trechtersysteem hebben ze dat ook perfect gedaan, want je hebt totaal geen last van vlammen. En ook de rookontwikkeling is vele malen minder. En er zijn een heel aantal accessoires erbij te krijgen, waardoor je ook veel meer dingen kunt bereiden. Zelfs brood kan. Ze kunnen zelfs voor allerlei toetjes maken door gebruik te maken van een muffinrooster. Al dat soort zaken zijn mogelijk. Ja, kun je dus nog wat meer van die accessoires noemen die ja, de mogelijkheden vergroten? Ja, bijvoorbeeld de pizzasteen. Die is ideaal voor het bereiden van natuurlijk een echte Italiaanse pizza. Je kunt dus er echt een steenovenpizza in bereiden. Wat ook kan is de gourmetset. Die is ideaal voor bijvoorbeeld het stomen van groenten of vis. De plancha is gewoon een gietijzeren steen die aan twee zijden gebruikt kan worden. De ene zijde is glad. Die wordt vooral gebruikt voor eieren, pannenkoekjes, dat soort zaken. En de geribbelde kant is weer ideaal voor het grillen van een lekker stukje vlees. Hoe zit het dan met het reinigen van deze barbecue? Nou, hij is heel makkelijk uit elkaar te halen. De trechter kan volledig verwijderd worden en het rooster kan er ook gemakkelijk uitgehaald worden. Dus hij is eigenlijk in de mum van tijd is hij weer perfect gereinigd. En je noemde net al die voorbeelden. Hebben jullie daar ook boekjes van of dat mensen kunnen zien wat dan al die mogelijkheden zijn? Ja, en er staan ook op de site van Outdoor Chef zelf staan iets van 60 soorten gerechten. Die allemaal makkelijk met de exacte receptuur en alles. Dus iedere klant kan dat makkelijk maken, is geen enkel probleem.